Goedendag. Het is weer woensdag, tijd voor de pluimverwachting om die wat meer in detail te gaan bekijken. En dat doe ik onder andere met de kaart die achter mij staat. Dit is het 500 hectopascal vlak, het niveau op zo'n 5 kilometer hoogte. En daar zien we de komende dagen wat in gaan veranderen. Want wat we nu zien is een vrij zonale stroming, een stroming van west naar oost. Maar die stroming die zal meer gaan meanderen. En dat betekent dat er uiteindelijk meer warmere lucht vanuit het zuiden van Europa richting het noorden gaat. En dat kunnen we ook mooi zien, want de bouw zich een rug op boven de Noordzee, terwijl de koude lucht heel duidelijk uitzakt hier boven de oceaan. We zien ook dat die lucht boven het uiterste noordoosten van Europa een stuk kouder gaat worden. Maar wij zitten dan net in dat gebied waar die lucht relatief warm is. En dat zien we op alle niveaus terug. En dat betekent dat de temperaturen geleidelijk aan omhoog zullen gaan. We zijn hier op maandag aangekomen en dan zien we heel duidelijk die rug van hoge druk boven de Noordzee. Als we dan naar het grondniveau gaan, dan zullen we ook zien dat er rond die tijd ook echt een hoge drukgebied aanwezig zal zijn boven de Noordzee. Maar we beginnen op woensdagmiddag en dan zien we regen boven Groot-Brittannië. En dat is regen die vanavond en vannacht over Nederland ook trekt. Het zijn geringe hoeveelheden, de droogte zal zeker niet opgelost gaan worden. Dan houden we nog even een stevige westelijke stroming. Dat is mooi te zien hier op de weerkaarten. Het waait ook echt wel even stevig, maar langzaam maar zeker ook een hoge drukgebied. En het hoge drukgebied, dat gaat uiteindelijk deze depressie verdringen bij Noorwegen. En dat betekent dat die druk hoog gaat worden en dat de stroming gaat veranderen. We kunnen dat mooi zien als ik de animatie verder in beweging zet. Hier trekt dat hoge drukgebied naar het noorden toe. En dat betekent dat wij uiteindelijk vanaf begin volgende week met een meer oostelijke stroming te maken gaan krijgen. En daardoor kan de lucht warmer gaan worden. Die stroming overigens die zou ook wel wat meer naar het zuiden kunnen trekken, maar ook dat betekent wel warme lucht. Wat we ook zien is dat het boven Frankrijk en ook boven de Golf van Biscay wel wat onstabiel blijft. Als ik de animatie nog wat verder in beweging zet, kunnen we dat ook zien. En ja, dat betekent helemaal droog weer. Dat verwacht ik eigenlijk niet volgende week, want er kunnen best wel wat zomerse buien tot ontwikkeling gaan komen. En dat lijkt er dan met name op dat dat voor het zuiden van het land is, waar ook de hoogste temperaturen worden verwacht. Ik pak even de temperatuurpluim erbij voor het midden van het land. Die zien we hier en dan kunnen we mooi zien dat we de eerste dagen nog zo rond die 20 graden zitten. Maar dat in de loop van het weekende die temperatuur echt wat omhoog gaat. En dan komen we toch wel uit zo rond die 25 graden. Er zijn duidelijk ook wat oplossingen die door die 25 graden heen gaan voor het midden van het land. Zachte lucht dus boven onze omgeving met ook flink wat zon zoals het er nu naar uitziet. De zonpluimen laten dat beeld ook zien. Ja, 25 graden betekent zomerse dagen. In het zuiden van het land is die kans nog beduidend groter. En dat heeft er alsmaar mee te maken dat het zuiden van het land veel meer invloed van land heeft, veel minder invloed heeft van de Noordzee. En daardoor kan die temperatuur daar in dit soort situaties veel hoger oplopen. Ik heb hier ook een klimaatkaart en dat laat het aantal zomerse dagen per jaar zien over ons land. Het langjarige gemiddelde. En dan zien we heel duidelijk een verschil. In de kustgebieden zo'n 12 zomerse dagen in het jaar. Terwijl als we naar het zuidoosten kijken, dan gaan we richting de 36 tot 40 zomerse dagen. En dat is ook goed voor te stellen, want hier bij een westelijke stroming, dan heb je toch nog vaak wel te maken met warme lucht. Vanaf België bijvoorbeeld, maar als je aan de kust zit, dan krijg je toch te maken met de frissere lucht die vanaf de Noordzee komt. Dus heel duidelijk dat patroon van zomerse dagen naarmate je binnen in het binnenland komt, dat er meer zijn. Nou, die kansen kunnen we ook eigenlijk al goed zien volgende week, dat daar wat verschil in zit. Ik heb hier bijvoorbeeld voor het midden van het land de kans op zomerse dagen. Die zien we wel degelijk. Die is zo'n 40-50% vanaf maandag. En we zien zelfs ook nog een klein signaaltje voor een tropische dag. En dat is 30 graden of warmer. Voor het zuidoosten van het land heb ik ook zo'n grafiekje gemaakt. En dan zien we eigenlijk al dat vanaf zondag die 25 graden wel goed mogelijk gaat worden. En dat de kansen ook net wat groter zijn. Nou, dat past helemaal in dat klimatologische beeld. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor die 30 graden. Maar ik gaf het al aan, het is echt een beetje een zomersbeeld wat we volgende week gaan krijgen. Met flink wat zon, veel blauwe lucht. En dan toch ook wel wat wolkenveldjes die voorbij schuiven. En in de middag de kansen op de onstabiliteit en de grote stapelwolken. En als ik dan ook de neerslagkansen bij
tijdpak voor het zuidoosten van Nederland voor volgende week, dan zien we toch heel duidelijk wel een signaal dat er kans is op buien. En wat er ook uitschiet, dat is de maandag. Dus daar moeten we ook even rekening mee houden dat dan in het zuidoosten van het land en ook in het zuiden van het land er wel een serieuze kans is op een zomerse bui. Gaat het tot een hittegolf komen? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Daarvoor zie ik nu nog te veel marge in de temperaturen. Je hebt sowieso 3 dagen nodig dat het 30 graden gaat worden. Nou, dat zit er niet in. Maar een aantal dagen rond die 25 graden, dat moet goed lukken. Met misschien een enkele dag in het zuiden ook nog 30 graden. Nog een fijne dag.